Het jaar 2021 loopt over enkele uren ten einde. Het is traditie dat er in de periode na de jaarwisseling toe vuurwerk wordt afgeschoten. Het Korps Brandweer Suriname is de aangewezen instantie wanneer het gaat om veilig afschieten van vuurwerk. U hoort Olten Pinas, adjunct hoofdbrandmeester, tevens voorlichter van het korps. Deze voorlichting bestaat uit community safety. Dat wil zeggen, we gaan de verschillende buurten in. We gaan met onze flyers. Ook hebben we sinds vorig jaar bikers, brandweerbikers. En de bikers worden ook ingezet. We doen de verschillende mediahuizen aan. Ook via social media geven we de informatie aan de gemeenschap. De controles in de vuurwerkwinkels die verlopen vlot. Er zijn wel bepaalde problemen geconstateerd. We hebben bijvoorbeeld gisteren in een winkel aan de Kasabeholeweg opgemerkt dat een winkelier vuurwerk verkocht aan een minderjarig meisje. We hebben hem natuurlijk een standje gemaakt. Verder hebben we ook opgemerkt dat de meeste vuurwerkwinkels niet beschikken over kleine of draagbare brandblusapparaten. En een ander geconstateerd probleem is ook een emmer met zand die ze voorin moeten hebben. Als een roker binnenkomt, dat hij dan zijn sigaret dan daaruit maakt. Maar voor de rest verloopt het redelijk. En hoe vangt u dit dan op? Krijgen ze de ruimte om aan deze zaken te voldoen? Of wordt de winkel gesloten verlopen? Nee, terstond moeten ze maatregelen treffen. Er moet terstond de emmer met zand komen. Ze moeten hun brandblusapparaten terstond verwisselen. We gaan dan andere winkels aandoen en we geven ze misschien een uurtje bij terugkeer. Dan moet het gerealiseerd worden. Heeft u reeds calamiteiten opgemerkt ten aanzien van bijvoorbeeld verkoop van verboden vuurwerksoorten? En zijn er reeds ongelukken voorgekomen? Wat betreft verboden vuurwerksoorten, de afdeling preventie van de brandweer houdt zich bezig met het controleren van de vuurwerkcontainers. En tot op dit moment zijn er geen verboden vuurwerksoorten het land binnengekomen. Ten aanzien van de vuurwerkslachtoffers, helaas hebben wij één vuurwerkslachtoffer geregistreerd. En dat is een 69-jarige mevrouw. De buurjongens waren bezig vuurwerk af te schieten en hebben het gegooid op de erf. En ze heeft een wond aan haar hoofd van overgehouden. De verboden vuurwerksoorten zijn ongeveer, laat me zeggen, de Crazy Gang, Crazy Robot, Bin Laden, dat zijn de namen. Voorheen hadden we series verboden en toen kwamen ze onder een andere naam. Bijvoorbeeld de Maripa kwam onder Marspa. Weet je, de Crazy Gang had je niet meer, dan had je Bin Laden. Ja. Maar nu werken we op de geluidssterkte, de decibel en de druk van de vuurwerksoorten. Heeft u nog enkele veiligheidstips die u wilt meegeven aan de samenleving? Ja, sowieso hebben we enkele veiligheidstips die we willen meegeven bij het afschieten van vuurwerk. Moet dat geschieden met een vuurwerkbril. Ook moet men vuurwerk afschieten met een vuurwerkaansteekstokje. In de volksmond zegt men wierook. Met gestrekte arm. En als kinderen bezig zijn vuurwerk af te schieten, is het belangrijk dat ouders erbij staan om te voorkomen dat er geen calamiteiten ontstaan. Een nieuwjaarsboodschap is dat wij hopen dat wij 1. Geen vuurwerkslachtoffers meer krijgen. En de gemeenschap, namens het Korps Brandweer Suriname, wensen we de gemeenschap een veilig en een gezegende jaarwisseling toe.